Vandaag gaan we deze puntzak om eitjes te verzamelen knutselen. Nou, wat hebben we nodig? Een stift, een schaar, lijm, papier en ik heb stroken, maar als je die niet hebt kun je van papier stroken knippen. Kies een kleur en rol die tot een soort patatzakje. Lijm hem dan vast. Ik heb een soort patatzakje nu gevouwen. Dan lijm ik hier de lijm op en dan plak ik hem vast. Hou hem even goed vast, want anders laat hij weer los. Ik hou hem nu even goed vast, zodat de lijm goed kan drogen. Dan ga ik hem aan de bovenkant zo knippen dat hij helemaal recht wordt. Ik ga nu de oren van het paaskonijn knippen. Daarna plak ik ze op de bovenkant. Zo, de oren zijn uitgeknipt. Ik doe er een beetje lijm op. En dan plak ik ze in de achterkant. Ik vind het leuk om hem te versieren, dus ik plak aan de bovenkant nog een strook en die plak ik helemaal rondom. Ga ik nu twee oogjes knippen. Ik plak de ogen op en in de binnenkant teken ik pupillen met gewoon een zwarte stift. Dan knip ik voor de binnenkant van de oren de stukjes uit. Ik kies voor wit, maar je kan zelf kiezen welke kleur jij mooi vindt. Ook deze plak ik weer op. Als neus gebruik ik een hartje. Deze knip ik uit en plak ik ook op. Als ik het hartje heb opgeplakt, teken ik met stift een mond en de snorharen. Tot slot plak je nog even je strook eraan vast aan de bovenkant en dan heb je een hangertje voor je mandje waar je hem aan het was kunt houden. Nou, en zo heb je dan je eigen paasmandje, paaspuntzak geknutseld en kun je je eitjes gaan verzamelen. Doei!